Bezoek de dokter. Start de dia show. Klik op de oranje pijltjes hieronder. Hoi, ik ben de dokter. Op de foto's zie je wat er gebeurt als je bij mij langskomt in het ziekenhuis. Piep moet naar de dokter in het ziekenhuis. Samen met mama rolt hij naar boven. Mama kijkt op het scherm. Het is een grote wegwijzer. Daar kan ze precies zien waar de kamer van de dokter is. Gevonden! Dit is de kinderpolie. In het midden staan gele aanmeldzuilen. Je houdt je ziekenhuispas voor het raampje en je krijgt een nummertje. Op een groot scherm zie je of je aan de beurt bent. Piet moet even wachten. Gelukkig is er van alles te doen. Er is een speelzaal, en je kunt computerspelletjes spelen. Er is ook een leestafel. Het is zover. Piet is aan de beurt. De doktersassistent komt hem halen. Onderweg lopen ze langs de meetlat. Dat is makkelijk. Kunnen ze meteen even kijken hoe lang hij is. De doktersassistent zet Piet ook even op de weegschaal. Hoe lang je bent en hoeveel je weegt is iets wat de dokter altijd wil weten. Soms moet je nog even wachten op de dokter. Gelukkig heeft hij ook wat te spelen in zijn kamer. Daar is de dokter. Hij geeft Piet een hand en vertelt wie hij is. Soms is die dokter een vrouw en soms een man. Als iedereen zit, gaat de dokter van alles uitleggen. Dat doet de dokter altijd voor hij je gaat onderzoeken. Piet klimt op de bank. Nu gaat de dokter hem onderzoeken. Hij voelt en klopt op Piets buik en hij luistert met een stethoscoop. Soms moet je even in je ondergoed, maar niet altijd. De dokter kijkt ook even in Piets oor. Daar heeft hij een speciaal kijkertje voor. Wat de dokter onderzoekt, ligt aan jou, aan wat je hebt. Het onderzoek is voorbij. De dokter praat nog even met mama en Piet. Hij vertelt wat hij denkt dat er aan de hand is en wat er nu verder gaat gebeuren. Het is klaar. Piet mag weer naar huis. Nog een hand van de dokter en doei!